De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft gisteravond een lezing gehouden met als thema Belastingen als stuurgeld voor sociaal-economische ontwikkeling. De inleider was Roy Reiger. Hij ging onder andere in op de fiscale uitdagingen van Suriname en hoe de economie te stimuleren. Reiger gaf aan dat men heel beperkt kijkt naar belastingen en dat belastinginnen eigenlijk geld bij elkaar schrapen is. Het is meer dan dat, want het is het belangrijkste instrument van de overheid om sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren, benadrukt hij. Volgens Reiger wordt de belasting gezien als de spiegel van de samenleving. Als je wilt weten als een land serieus is met haar beleidsdoelen, moet je hun belasting wegpakken, zegt Reiger. De instrumentele kant van belastingen. Je kan het dus voor alles inzetten. Hè? Ondernemerschap. Hoe stimuleer je ondernemerschap met de belastingen, toch? Het verhaal van de faciliteiten, ik kom er straks ook de samenstelling van de productie, toch? Bepaalde dingen weer niet, dus weet je die straf je af. Of die komen niet in aanmerking. Buitenlandse investeringen, daar kom ik op terug. Heel belangrijk, we willen buitenlandse investeringen aantrekken. Maar als taxation niet wordt ingezet, you can forget it. Ja toch? Dan is het afdeling gebakken lucht. Kennis-economie, hetzelfde verhaal. Je wil het stimuleren, je moet inkomen met taxation. Die diversificatie toch? Wat vind je belangrijk? Wat niet? Wat stimuleer je? Wat, ja toch? Nieuwe activiteiten, geef ze een push. Een van de belangrijke dingen, grote uitdagingen is het ernstig tekort aan risicokapitaal. Reiger zegt verder dat er simpele manieren zijn om gelden die op buitenlandse rekeningen zijn terug te stoppen in de economie. Volgens de inleider kan de instrumentale kant van belasting voor alles ingezet worden. Met name ondernemerschap, arbeidsparticipatie en ons diaspora-kennis en kapitaal. Als jij je echt wilt inzetten op deze gebieden, moet je de belastingen inzetten, zegt Reiger. Maar als je echt wilt inzetten op diaspora, kennis en kapitaal, moet je belastingen inzetten. Je kan het vergeten, want jullie weten toch, hoogopgeleide mensen hebben één ding gemeen. Ze zijn ernstig gevoelig, niet zozeer wat ze bruto verdienen, maar wat onder de streep blijft hangen, toch? Weet je? En natuurlijk zijn ze allemaal emotioneel verbonden aan dit land, maar eindstand is het net geweest, toch? Ja, toch? Ze beginnen met hun emotie voor het land, maar ze eindigen keihard met geld. Hoeveel kan ik verdienen in het land? Wat is het rendement op mijn kapitaal? Ja, toch? En daar speelt dus taxation een hele belangrijke rol in. Roy Reiger, inleider tijdens de lezing van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, gisteravond. Het thema van de lezing was belastingen als stuurgeld voor sociaal-economische ontwikkeling en is gehouden in het auditorium van Self-Reliance.